Alles gaat er allemaal om het open te maken. Om van de conventies je te bevrijden. En daarmee wordt het klassieke beeld opgeheven. Jan van Toorn, born in 1932, is one of Holland's most influential graphic designers. Central to his approach is the application of content-based strategies, resulting in a design practice as a form of visual journalism. Opposite to the more self-contained designs of the modernist tradition, Van Toorn is always striving for designs that are open to different ways of seeing. Je gaat van nature, dat blijkt zo te zijn. Ga je kijken, ontdekken. Je kan het wel niet uitleggen, maar ja, dat heb je bij de werkelijkheid, kan je veel uitleggen. Maar er is ook nog veel te ontdekken. Dat doe je toch wel. En dat je niet meteen een hapklare brok krijgt te slikken, zoals in de publiciteit of het algemeen. Dat is de bedoeling. Je snapt ook niet meteen hoe die mooie dame in elkaar zit die toevallig tegenover je zit in de bus. Niet? Maar als je dat lang al leert kennen, kan het toch wat doen. Van Toorn's view on the role of design manifested itself clearly during passionate debates with Wim Crowell, one of Holland's other great design heroes and an absolute advocate of pure functional design. Here, at the University of Amsterdam, Van Toorn's enormous body of work is being preserved for future generations. Er komt toch een soort hand in, hè? En toch is het nooit hetzelfde. Het is geen huisstijl. Ik kan best mooie dingen maken op zich. En vorm is interessant natuurlijk om te maken. Maar het is pas echt interessant, vind ik altijd, als er ook iets te vertellen valt. Dan vind ik het pas echt leuk en uitdaging. En dit is een gevonden foto. Die heb ik opgeblazen van een advertentie. En ik heb daar alle sporen van advertentie weggehaald. En ik suggereer hier dat er dus ontwerpers onder de douche staan, ze zich wassen. Maar hier staat dus, hè? De informatiemedia bieden vensters op een sterk gereduceerde en vertekende wereld. Hun beelden van de wereld dragen weinig bij tot het verkrijgen van inzicht in de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Daar ging het over design in de media, in het museum. En toen vond ik deze print en dacht ik van ja, we staan altijd onder de douche, we spoelen ons schoon, niet meer. Dus dat, zo kan het ook natuurlijk, hè? Dus je kan ook door een grap te maken, in die zin is het dan ineens cabaret geworden. Dan heb je dus, je kan met die niveaus spelen. Hè? From the late 60s to the late 70s, Van Toorn made special calendars in which he explored different ways of visual communication. For the famous 1972 edition, Van Toorn collected hundreds of portraits. Dus we zijn begonnen om een soort groeperingen te maken, zonder dat die veelheid werd opgeheven. En daar gaat die kalender eigenlijk over. Dat is een soort fundamentele ervaring. Als je verzamelt, heb je niks. Dus je moet iets daar interessants invoeren. Dingen uit de pers bijvoorbeeld, hè? Of politici. Het Nederlandse kabinet hadden we er ook in. Dan kan je weer dicht timmeren natuurlijk, maar dan moet je dus, ja, dat is een subtiel spel. Daar gaat die kalender over en ik denk dat is een heel wezenlijke kalender. During Van Toorn's long and long-standing career, education has played an important role. With positions at prestigious universities and art institutes worldwide, Van Toorn trained generations of students to conceive their design practice as a quest for creative autonomy. And still, at the age of 80, Van Toorn continues to pass on his love for critical reflection to young graphic designers. So now becomes this whole set. Like here, at the St. Joost Academy in Breda, where he reviews the work of master students. Ladies, the floor is yours. I'm curious. Tell us something about the subject. Point of view. We decided to focus on gender, how gender influences the way you see things, and we decided to work. Die workshop gaat over het gebruik van onze capaciteiten wat de zintuigen betreft.
We nemen ze dus mee door een redactioneel proces. Eerst de eerste helft en dan stappen we over naar beeld. En dan hebben ze inmiddels een redactionele plot om, om het vorm te geven, om het daar visueel over te kunnen brengen. Dat is waar de workshop over gaat. First we wanted to use the light to make more, to show more masculine features. But then we thought that, for example, here, when the face is dark, you don't know exactly what it is. So then we decided to also try and work with that. En dan zie je dat die berg van proberen, van kijken, dat het toch, ja, dat is een beetje een didactische truc. Maar dat je al praat, al naar voren schuift, wat je langzamerhand ook ontdekt, want ik weet het ook niet van tevoren. Hè. En dan blijkt dat toch een clue uit te komen. Hè. Ja, iedereen herkent het meteen. What it is now about it, that we try to understand what we see. And how you could bring it further. Hè. So that this too. Differences, the differences become clear. The question again is, what kind of difference do you want to show? Then you see that it's connected to a man. This is so fake when you compare. But for yeah, example, yeah. This visual this. Contrast. You mean have white, yeah, like black woman and men. I see. Yeah, yeah I see. But yeah. We didn't know, like personal. Here yeah, you start a comparison. With the manly pictures. Yeah. Perhaps in a way a simple comparison, but there is a comparison. En je ziet het bijna allemaal. Dus met een hele met een reeks van opnames komen. Dat is al de zoveelste stap in het proces. En als je dan nu de scherpere selectie maakt op de thematiek en de invalshoek, dan is er iets van herkenning. En dan kunnen ze de laatste stappen doen. Dat is in wijze hoe het in elkaar zit. Not too bad, hè? Not too bad, hè? Yeah. Don't worry about it, hè? Play the game. Promising, hè? Yes, really. Yeah. Dan kunnen het zo maken, ja. En die. Ja, moet ik even kwijt, hè. Zo. Dat was nummer 1. Dit is de eerste van een serie van 10 prenten. Die ik als, zeg maar, visueel experiment ben gaan maken. Om mijn visueel taal te verbeteren, zeg maar. We zijn zo ongelooflijk overladen met beeld en zo. Maar vergeet niet dat het een totaal vercorrumpeerd beeld is. Het wordt geproduceerd in een soort omstandigheden waarbij de commercie en het private belang zo'n grote rol, propaganda, hè, op alle mogelijke manieren, dat beeld is wel ontzettend overdadig. Maar het is ook in die zin, inhoudelijke zin, is het arm. Het spreekt niet aan dat wat we ook nog allemaal hebben, wat we dagelijks doen. En wat we, als je met elkaar, nou zeg maar, vrijt, of wat je niet allemaal ervaart, wat niet in de media gebeurt. Dat kunnen we wel, maar wordt niet aangesproken. Dus ons taalgebruik is verbanaliseerd, om het zo maar te zeggen. Vandaar die oefening. Of versimpeld is het vaak ook, hè? Abstract geworden. Kijken is iets wat je een beetje moeilijk uitlegt, maar het is wel een belangrijke ervaring. Daar gaan die prenten eigenlijk over. En ik probeer dus, laten we zeggen, dat te leren van hoe je dat visualiseert, hoe je dat doet. Kan je voorbij aan het obligate beeld? Dat is eigenlijk een kort waar het op in komt. Ga je hem? Ja.